Advocaten mogen geen tablets en laptops meer meenemen in de EBI in Vught. Eerder zag de extra beveiligde inrichting dat door de vingers, maar nu worden er strengere eisen gesteld. Het besluit is genomen vlak na de aanhouding van Youssef Taghi, de neef en advocaat van crimineel Ridouan Taghi. Hij zou de boodschapper van Taghi zijn geweest die uit de EBI wilde ontsnappen. Advocaat Peter Plasman is boos dat laptops nu niet meer mee naar binnen mogen. Hij noemt het een motie van wantrouwen tegen alle advocaten die de EBI inkomen. Want dat is de boodschap: advocaten zijn niet te vertrouwen. Want die, uh, die kunnen samenspannen met hun cliënt in een zin die niet geoorloofd is. Uh, dus eigenlijk wordt de advocaat een beetje boef gemaakt. Volgens Plasman is het onwerkbaar om in plaats van een laptop dossiers mee te nemen? Een zaak bestaat soms wel uit honderd uit ordners of meer. Er zijn zaken waar dat nog veel meer is. Uh, die kan je niet meenemen naar de e terwijl je wel de inhoud met je cliënt wil bespreken en aan je cliënt wil laten zien. De EBI legde kritiek naast zich neer. Ter voorbereiding van hun strafzaak kunnen gevangenen hun dossier op een laptop van de EBI inzien.